Welkom bij Telesport Vandaag met Glenn Helder deelt rakerklappen uit. Van schaakmat naar grasmat en Australian Open verder zonder Nederlandse enkelspelers. Terwijl de meeste mensen nog slapen, wordt hier bij Mike's Gym in Osaan in de vroege uurtjes hard gewerkt aan het kickboxdebuut van oud-voetballer Glenn Helder. Het is zijn laatste training voor hij in het vliegtuig naar Thailand stapt. Om het daar in de ring op te nemen tegen voormalig Braziliaans international C. Maria. Waarom wil je dit? Nou, ik vind het sowieso leuk om te doen. Ik vind het sowieso leuk dat ze me gevraagd hebben. En ja, het is best wel een uitdaging natuurlijk. Van hoe fit ben je? Alleen ik zeg wel erbij, als ik dit had geweten, was ik nog eerder begonnen. Veel eerder begonnen. Valt het mee tot nu toe? Nou, nu ben ik, zit ik aardig in het systeem, zeg maar. Nog steeds ben ik veel te laat begonnen, vind ik. Maar toen ik voor het eerst kwam en ging trainen, en toen zag ik eerst, ik keek naar het plafond. Het was eerst geel. En later in dezelfde training was het plafond opeens zwart met sterretjes. Hoe maak je in anderhalve maand tijd van een oud voetballer naar wedstrijdvechter? Ja, hoe doe je dat? Geen genade en vol erop. Dat is het, geen genade, vol erop. Ja. Ja, twee keer per dag trainen. Vanaf het begin al vol erop zitten. Geen rust gunnen en ja, het beste ervan maken. Je hebt als voetballer natuurlijk alles meegemaakt. Helpt dat jou in je transformatie nu tot vechter? Het helpt wel. In die zin dat je tot het gaatje moet gaan en daar overheen moet gaan. Dus dat mentale heb ik wel. Maar dat kost een hoop kracht. Want het is echt, op de grond, op het voetbal kan je even op de grond liggen. En dan gaat de tijd even voorbij. Als je hier op de grond ligt, ben je gewoon uit. Maar hoe anders is dat om straks dan in zo'n ring te staan, alleen zonder team om je heen? Nou, je bent niet zonder team. Je hebt wel een hoek natuurlijk, die je begeleidt en coacht. En hij moet het zelf doen. Ja, hij moet het zelf doen, maar in het stadion moet je het ook zelf doen. Je moet toch die voorzet geven en hier moet je toch zelf die stoot uitdelen. Dus ja. Die druk kent hij al, het is een andere sport, dus dat is misschien het enige wat anders is, maar ja, nogmaals, hij is die druk gewend en dat is allemaal in zijn voordeel. Nou, kennen we je als voetballer als een snelle, technisch begaafde linksbuiten. Wat voor soort vechter ben jij dan? Daar kom ik zelf ook achter als ik in Thailand ben. Nee, ik weet het niet. Ik ga wel in de aanval. Ik ga wel kijken, ik ga hem wel uitlokken. Dat is wel mijn bedoeling. Ik kan wel heel stoer praten, je gaat me uitlokken, krijg ik klap en ik leg gelijk 5 weken het ook uit. Dat is alle verhaal natuurlijk. Wat moet hij wel doen en wat moet hij vooral niet doen? Wat hij wel moet doen is gewoon beuken. En ja, dat is het enige wat hij moet doen eigenlijk. En als je gewoon blijft brossen dan vanaf het begin, dan ja, moet hij wel winnen, denk ik. Is het eenmalig dit? Ja, het is eenmalig, want anders krijg ik problemen met mijn vrouw. Ja, die vindt het al niks. Helemaal eenmalig is het overigens niet. Als Helder wint van C. Maria, vecht hij in mei de finale van het viermanstoernooi tegen een andere oud-voetballer. Dankjewel. Zoals het op leur is. Ik dacht verleden moeten komen hierbij, maar ik kom doortreden. Is goed, dankjewel. Dankjewel.